De Corporate Activist is een vijfdaagse opleiding die ik samen met HRD Academie organiseer. En de ondertitel verkoopt beter als je dat moet inbrengen bij je werkgever. De Change Professional van de 21ste eeuw. En waarom de 21ste eeuw? Omdat de veranderkunde vandaag de dag, hoe dat we dus bezig zijn met veranderingen in organisaties, toch wel op een nieuwe leest gestoeld moet worden. Ik heb de literatuur samengevat in hoofdstuk 3 van mijn boek, De Corporate Activist. En dat kun je natuurlijk ook lezen. Maar wat de deelnemers mij teruggeven als uh, toch wel uh, vrij uh, interessant, is het overzicht van de literatuur. In negen perspectieven op verandering. En in feite zijn dat negen puzzelstukken die in elke verandering meespelen. En wat we dan natuurlijk doen want je kunt het boek ook lezen, uiteraard is uh, dat bespreken. En illustreren aan van casussen en vooral nagaan hoe dat jij je daarmee verhoudt. Wat dat jouw visie is, waar dat jij je dus goed bij voelt, waar dat je in gelooft. En dat is echt de doelstelling van de opleiding. Is je eigen visie op veranderkunde te gaan onderbouwen. Dat doe ik dus ten eerste via die literatuur. En dat is geen dat de deelnemers mij ook over, uh, teruggeven. Dat overzicht is heel sterk. Ten tweede... Uh, ga ik ook jou coachen. Want uh, verandering is vooral succesvol als je goed ook met jezelf aan de slag gegaan bent. En verandering is niet iets dat je bij, bij iemand anders doet, het is ook een relationeel proces. Dus jezelf kennen en ook nagaan hoe dat jij je verhoudt met ik als veranderkundige, uh, of hoe je je daarmee verhoudt in je loopbaan op dit moment. En sommige deelnemers zijn in een transitie in hun loopbaan, uh, vragen zich af... Of dat ze nog wel met al die veranderingen in hun organisatie willen mee bezig zijn, of we juist willen mee gaan bezig zijn. Dus deze loopbaanvraagstukken, hoe dat jij met verandering bezig bent en hoe dat jij daarin staat, is dus ook eigenlijk mijn startpunt. Daar gaan we de hele dag mee bezig zijn. En ik ga jou coachen en veel feedback geven. Dat is het tweede. Dus overzicht van veranderkundige perspectieven, jouw coachen op jouw veranderkundige persoonlijkheid. En ten derde geef ik veel methodes mee. Methodes die faciliterend zijn. Want uiteraard kun je wel bedenken dat ik niet echt geloof in projectmanagement of verander management. Dat is natuurlijk goed voor bepaalde onderwerpen, maar de meeste onderwerpen die vooral gaan met cultuur en waar dat menselijke attitude mee te maken heeft, ja, dan moet je bij mensen gaan werken. En dan heb je coaching- en facilitatiemethodes nodig. Ik illustreer die, ik demonstreer die. En je kunt die ook even oefenen en dadelijk ook gaan toepassen. Op jouw casus. En dat brengt mij op het vierde punt. Naast de methodes en de literatuur en jouw persoonlijkheid ga ik ook de casussen bespreken. Ik heb zelf veel casussen. Ik werk al tien jaar met, bij opdrachtgevers met jarenlange trajecten rond cultuurverandering, vooral rond de nieuwe rol van de professional, van de medewerker in organisaties. En die casussen breng ik in. En ik luister ook naar jouw casussen. En dat kan heel breed zijn. Het is niet noodzakelijk dat je een casus inbrengt. Maar uh, verandering uh, is sowieso een onderwerp dat in elke leven zich afspeelt. En daar ga ik heel graag op in. Dus die verschillende elementen komen aan bod in de vijfdaagse opleiding. En op het einde van de opleiding ga ik jou uitdagen je te presenteren. Met al het materiaal dat je verzameld hebt, ga je een soort uh, presentatie doen van waar geloof je in, waar sta je voor. En wat is volgens jou jouw methode, jouw persoonlijkheid rond verandering? En dat is een heel sterk eindpunt. Want ik geloof echt dat hoe dat je eigen sterkte als persoonlijkheid het grote verschil maakt in elke verandering. Dus welkom bij HRD Academy. Mijn naam is Rudy van Damme en ik doe hier dus een beroep op mijn ervaringen in organisaties als psycholoog, als consultant, kun je zeggen, trainer en facilitator.